Precies 1 jaar na de dood van Nelson Mandela openden de Vlaams minister van Cultuur Sven Gats en de ambassadeur van Zuid-Afrika Nkolosi Nkosi samen met burgemeester Veerle Heere in cultuurcentrum De Boogaard de tentoonstelling Hope and Optimism. Mandela is vandaag 1 jaar dood en het doet me heel veel plezier dat ook hier in Sint-Truiden zijn hoop en zijn optimisme in de foto naast mij en in de tentoonstelling achter mij nog altijd heel levendig zijn. Dus niet alleen in Afrika, maar in Vlaanderen en in de rest van de wereld. De grote bezieler van deze tentoonstelling die de spirit van Nelson Mandela uitdraagt is Gerrit Kempeneers. Het is met de kracht van hoop en optimisme dat we zaken kunnen veranderen, zo zegt Gerrit. Hij maakte een mooie catalogus, de opbrengst ervan gaat naar een goed doel. Hoop en optimisme, daarvoor is deze catalogus gemaakt. De opbrengst van deze tentoonstelling die is voor het Nelson Mandela Children's Ziekenhuis in Zuid-Afrika. De Zuid-Afrikaanse ambassadeur vertelde dat de lange inspirerende tocht van meneer Mandela voorbij is, maar dat de onze nog maar pas is begonnen. Nelson Mandela is als een leraar en mentor voor ons en voor de hele wereld. Well, Nelson Mandela is touched people across the world with his sense of compassion and humility. And indeed, Nelson Mandela symbolizes to many people his understanding and tolerance. Deze vredevolle boodschap is ook een inspiratiebron voor de stad Sint-Truiden. Dat vindt een trotse burgemeester Veerle Heere. Onze generatiegenoten een heel, heel groot voorbeeld. Hoop en optimisme, je kan het niet mooier verwoorden dan dat hij dat gedaan heeft. En ook voor onze stad waar heel veel rassen samenwonen in vrede. En daar gaat het om. De schilderijen zijn een eerbetoon aan de erfenis van Nelson Mandela als mens en als bezieler van hoop en positief denken, ook in moeilijke tijden. Mandela betekent eigenlijk een boodschap van hoop en optimisme, van verzoening. En ik denk dat de kleine man, de politieke, de bedrijfsleider, wanneer die dat uiteindelijk ook in de praktijk omzet, dat de wereld er een heel stuk beter zou uitzien. Ook schepen Roger Klerings is blij dat deze tentoonstelling plaatsvindt in Sint-Truiden. Ook hij heeft grote waardering voor Madiba. Mandela heeft zijn heel leven lang bijna in de gevangenis gezeten, is uitgekomen als verzoener en heeft het dan gebracht tot president van Zuid-Afrika. Ik heb zeer veel bewondering voor deze meneer. De tentoonstelling Hope and Optimism is te bezichtigen in het cultuurcentrum De Boogaard te Sint-Truiden. Meer informatie op www.deboogaard.be. Gertje, wat was nu de doelstelling van deze tentoonstelling? Skadi, eenheid in verscheidenheid. Ons loop nou en ons in de volgende expo. Signor.